ik ga dus nu naar Puk toe. Helemaal naar Babylonienbroek. Ik weet god niet waar dat is. Maar we gaan het zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Wij zijn het team dat aankomend seizoen al jullie vragen en problemen op gaat lossen. Ja, dus kun je wat hulp gebruiken of heb je een oppepper nodig of heb je gewoon zin in een leuk avontuur? Dan kan je ons dus contacten. Ja, laat het ons dan even weten. Ja. En dan gaan wij een mega vette, coole surprise dag voor je regelen. F***ing vet. Heel vet. Puk, waar heb je me in godsnaam naartoe gebracht? Ja, hier ben ik nou opgegroeid. Dit wow. is Babylonienbroek. En om even aan te tonen dat ja. je hier dus echt super moeilijke liefde kan vinden. Ja. Ja, of je moet van schapen of koeien houden. Maar heel veel meer keus is er eigenlijk niet. Het is best wel lastig sowieso om een liefde te vinden. En zeker als je een vrijgezelle moeder bent. Ja, dan ga je niet zomaar op een dating site. Dan zie je een boom het bos niet meer. Nou, hebben wij een tiener die wij gaan verrassen. Eigenlijk gaan we de moeder van de tiener verrassen. En dat is de moeder van Stan. En Stan wil dus heel graag een leuke nieuwe man vinden voor zijn moeder. Hannelies, maak je borst maar nat. Hannelies is 52 jaar oud. Ze houdt van lezen, dansen, haar lieve katten en is heel goed in paardrijden. Stan is 14 jaar, houdt van gamen, filmen en is heel goed in voetbal. Daar zitten we dan. Stan, jij hebt een hele lieve wens voor je moeder gedaan. Ja, dat je op 3 dates gaat en dat de beste overblijft. Dus een 3 dates met 3 hele leuke mannen. Want Annelies, jij hebt al een aantal jaren geen date meer gehad, toch? Ja. Nou ja, ik bedoel, wij zijn wel echt de matchmakers. Stan, ja. We gaan je moeder heel even wegsturen. Ja. En dan kunnen wij even met jou bespreken. Ja. Van wat voor mannen je moeder houdt. Waar valt je moeder nou op? Op knappe mannen met humor, denk ik. Knappe mannen met humor, ja. Ja, dat snappen wij wel. Ja, die zijn die super. Ja. Dus een knappe man met humor. En waar valt ze nou totaal niet op? Volgens mij valt ze totaal niet op dikke kant. Nou, hebben wij even 3 hele goede dates geregeld. Ja, ik denk dat we Annelies heel blij gaan maken. En jou natuurlijk ook. Ja. Ik zeg door naar nummer date nummer 1. Uno! Yes! Dit ziet er heel vet uit, toch? Ja. Okay, we hebben hier dus een camera staan en er staan wat planten voor, dus je ziet het echt niet. Dit is dus eigenlijk echt het allerleukste deel. Dit is echt super vet. Van dit hele daten. Ja. Want hier kan jij namelijk je moeder bespieden. En dit is denk ik het allerleukste. We're spies. Dus hiermee gaan we je moeder allemaal leuke dingen influisteren. Maar je kan dus ook hele rare dingen gaan vragen. Veel vragen, want jij zit uiteindelijk zelf met die man opgeschreven uiteindelijk. Ja. Oh ja. Dat was ik alweer vergeten. Puk, om even goed te kijken of het helemaal goed in beeld is, kun jij even daar gaan zitten? Ja? Oh, dit ziet er echt heel goed uit. Ja! Oh, dit wordt zo spannend. Oké, okay. Zullen we ervoor gaan? Ja, we gaan ervoor. Hannelies, kom erbij. Hoi. Hey, wat zit er nou in je oor? Kijk, jongens, dit is nou zo'n oortje waardoor ze alles kan horen wat wij daarachter gaan zeggen. Heb je er een beetje zin in? Ja. We gaan namelijk als jij iemand leuk begint te vinden en je kan moeilijk zeggen hij is leuk, dat kan je dus niet doen. Dan moet je dus even het pak pakken met hagelslag en dan ga je dat er overheen doen en dan weten wij dat jij heel langzamerhand die man steeds leuker gaat vinden. Ik heb hem nou niet leuk, vind je, wat moet ik dan doen? Ja, dat je het beschuitje breekt. Hannelies, ga lekker zitten. Stan, kan jij leuk even kaarsen aansteken? En ik ga de man halen. Kijk, kom, kom. Spannend! Hij komt. Nou, jullie hebben 5 minuutjes om elkaar goed te leren kennen. Dus stel zoveel mogelijk vragen en alles wat je van elkaar wil weten. Hey.
gekste is wat je ooit hebt gedaan? Je moet er heel hard om lachen zometeen. Heel hard lachen. Ik heb meegedaan aan een film, Adam en Eva. Misschien ken je het. Ah, niet? Echt? Ja. In je blote kont? In mijn blote kont heb ik door Amsterdam met een groep nudisten gelopen. Dus het zou geen probleem zijn als je nu, als ik vraag of je je kleren wil uittrekken en je even op en neer wil lopen. Kan je een stukje zingen voor mij? Maar doe je ook wat muziek? Kan je zingen bijvoorbeeld? Onder de douche. Onder de douche. Kan je nu een stukje voor ons zingen? Kan je nu een stukje zingen? Nee, ik zing dat wel, maar ik moet even bedenken wat ik moet zingen dan. Vader Jacob, kan je vader Jacob zijn opera zingen? Vader Jacob, slaap jij nog? Geweldig. Een Nederlander aan tafel zit hier. We hebben gewoon een bekende Nederlander, hij heeft er in Pindoms aan gespeeld. Oh, deze wil ik hebben. Waar moet vragen? Je hoofd nou aaien. Je hoofd nou geschoren of heb je gewoon geen haar daar meer op? Ik heb het geschoren. Vijf minuten al. Oké, ik heb nog nooit eerder gespeeddate en ik vraag me wel af hoe lang dat duurt eigenlijk, speeddate. Als je hem echt niet leuk vindt, moet je even een beschuitje breken in je hand. Ja, buiten voor ons neergezet, wat moeten we daar eigenlijk mee? Dat kan je doen. Nou. Kan je een stukje over je rechterschouder gooien? Hij slaat eigenlijk helemaal nergens op, hè? Proost. Heb je een sixpack? Dus je hebt ook een sixpack. Nee. Ik heb een dickpack, telt dat ook? Een dickpack, ja, dat kan ook. Ik ben er net niet dik, maar ik heb wel een afdakje. Een afdakje? Ja, hoe moet je het opzoeken? Je kan hem nog wel zien. Ja, goed gereedschap zit er altijd goed te vonden. Annelies, als je hem een kans wil geven, moet je wat hagelslag over de schuit heen gooien. Dan wil hij opeten. Ik denk dat we er een baby bij moeten gaan maken, denk ik. Nee, als je die, nee, dan was het een meisje. Dat wordt een meisje blijkbaar. Is hierbij beëindigd. Oké, dat zit erop. Oké, de volgende date staat in het teken van de romantiek. Oh. Maar er mogen er maar twee mee. En ben je er al uit of ben je eruit? Ik weet. Ja? Nee. Ik ben wel met Sten eens. Oké. Okay. Laten we naar de mannen gaan. Oké, jongens, het moment van de waarheid. We hebben hier drie beschuitjes onder liggen. En het beschuitje waar geen hagelslag op zit, is niet door. 3, 2, 1. Awww. Wat is je eerste reactie? Wat vind je ervan? Ja, jammer, maar ik doe geen hagelslag. Ja, dan houdt het op. Ja. Dankjewel, Fons. Even een applaus voor Fons. Yes, daar zijn we. Wie staat er nu voor jou op nummer 1, als je het heel zachtjes moet zeggen? Ja. Robby. Nee. Maar je weet nooit wat er gebeurt, hè? Nee. De rups kan altijd nog een vlinder worden. Wij zijn beland bij date nummer 2. Ja, want bij deze date gaan we namelijk iets heel leuks doen. We zijn bij de skibaan beland. En we zijn dus hier in Snow Planet omdat we vinden dat de kou, hè, gezellig, vuurhaardje, haardvuurtje, maakt niet uit, lekker romantisch is. Zullen we maar er naartoe gaan? Ja, we gaan beginnen aan het echte werk. Let's go! Come on! Naar rechts, hè? Ik heb het nog nooit gedaan. Ik ga niet staan, want dan ga ik naar beneden. Fuck! Ik vind het echt doodeng. Ik ga mijn liever een beetje klaar mee hier. Jongens. Ja, dat was een daverend succes, of niet? Dat was een geweldig idee. Hebben jullie al een beetje honger gekregen? Ja, best wel, ja. Nou, dan is dat heel mooi, want namelijk de volgende date heeft iets met eten te maken. En wel met dit voedsel. En daarom gaan we daar nu mee bekendmaken wie van de heren jij mee gaat nemen. Mannen, trek hem maar aan. Ja, oh. Annelies en Robby! Ja goed, we hebben nu natuurlijk de laatste date en dit is eigenlijk de date waar het allemaal om draait. Vertrouw je elkaar? Ben je elkaar ook mooi als je heel erg lelijk eruit ziet? Hou je van eten? En snelheid! Wat is nou een betere romantische plek dan de kamer? Ja.
Wat we gaan doen is, we gaan de Lady en de Vagabond scène nadoen. Je kent hem wel met de spaghetti sliertje. En misschien komt er wel een mooie kus. Dat doen we natuurlijk niet hier. Nee, dat doen we hier. Oh. En spaghetti eten duurt natuurlijk wel lekker netjes. Dus wat is dan een betere plek om samen hier in de bank dat te gaan eten? Ja! En wat heb ik bij me? Spaghetti. Spaghetti. Oh, lekker! We wilden het natuurlijk wel iets lekkerder voor jullie maken. Dus Sten, de finishing touch. Aan tafel! Dames en heren, de enige echte variant van Lady en de Vagebond. Namelijk Annelies en Robbie! Oh ja! Oké, nou, die kus is misschien nog niet gekomen, maar ja, hey, we moeten nog afsluiten. Ja. Misschien doen ze het liever met beide benen op de vloer. Hey, daar komen ze aan hoor. Nee, met je hart ermee. Oh, echt? Oh, sorry. Oké, jongens, nu de belangrijkste vraag van de hele dag. Zouden jullie elkaar nog eens willen zien? Nou, misschien, dat weet ik niet. Als ik dit eventjes zo hieruit op mag maken, dan is het geen definitieve nee. En dan betekent dat dat het misschien wel eens zou kunnen werken. Het geheime recept komt online. Nou. Yes! Pukker, dat was onze aftrap. Ja. Ik vond het echt vet cool. Ik vond wel dat we er goed in waren. Want ik bedoel, we hebben misschien wel een match weten te fixen. Ja, die Annelies en Robbie die gaan wel trouwen hoor, denk ik. Wil je nou meer van ons zien? Dan moet je even hier beneden klikken. We gaan namelijk veel meer leuke andere dingen doen. En vergeet je ook niet even te abonneren als je ons leuk vindt. Ja. En mocht je nou denken van, hé, ik heb ook een leuke wens of een leuke droom, roep dan even hieronder in de comments. Ja, want misschien kunnen we wel jouw wens laten vervullen. Ja, en wie kan dat nou beter dan wij? Hey. Kun je een beetje hard rennen of niet? Oh, nee. Ja!